Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Dat zei Jezus toen hij hier op aarde wandelde. Hij trok langs dorpjes, kwam door steden, klom over heuvels, sprak tot de mensen. Hij deelde zijn leven met de mensen. En hij gaf zijn leven, zodat wij weer in verbinding kunnen leven. In verbinding met God, in verbinding met onszelf, in verbinding met de ander en met de aarde. Zit ik dan op een stoel in de bus, een koffer op mijn schouw. Het vertrouwde dorp verdwijnt ver achter mij. Zijn het de rimpels, is het mijn grijze huid? Het spookt maar door mijn hoofd. Mevrouw, we hebben alles geprobeerd. En als Jezus dan dat leven geeft voor iedereen, wat zien we daar dan van om ons heen? Ik zie veel mensen die leven in eenzaamheid, alleen, die niet in verbinding leven met de ander. Ze roepen hard, maar zeggen niks. Ze raken me aan, maar waarom zijn ze niet? Stel je nou eens voor, stel je nou voor dat jij uitreikt naar die ander. Dat jij die verbinding legt. Dat jij zo'n vrouw wel ziet en hoort. Naar haar glimlacht. Hier zit ik dan achter in de gang, een zakdoek op mijn schoot. Ik luister naar het tikken van de klok. Is het de stilte als ik wakker word? Ik adem in en adem uit. Mevrouw, het is nu echt de hoogste tijd. En stel je voor dat niet alleen jij, maar dat jij samen met jouw kerk uitreikt. Dat jullie met elkaar en de buurt genieten van het volle leven dat Jezus geeft. Denk je niet dat dat verschil zou maken in het leven van zo'n vrouw? Ze lacht zo lief en zwaait naar mij. Ik heb de deur altijd op een kier. De deur van jouw kerk open. De deur van jouw huis open, van jouw leven. En zodat jij met jouw kerk impact en relevant bent in jouw eigen buurt. Zou jij dat willen? Is er nog iemand? Is er nog iemand? Ben jij die iemand?